Deze beschouwing is er weer een in de serie Bijbelkritieken. En iemand die veel kritiek heeft op de Bijbel, die zie je hier in beeld. Dit is zijn kanaal. Dit is Francis Capella. Hij vindt de Bijbel om te kotsen. Hij heeft er werkelijk geen goed woord voor over. En dat mag, vind ik. Sterker nog, ik vind het wel interessant om kennis te nemen van de kritieken die mensen zoals Francis hebben. Zodat ik weet waar het dan om gaat. Hè? En ik heb twee eerdere uitzendingen over Bijbelkritieken, die waren ook beide mede gebaseerd op uitspraken van Francis. En deze ook. En dan komt er nog één. Dit is niet omdat ik het nou per se Francis wil pakken of zo. Maar hij is degene met de kritiek en het lijkt me niet meer dan reëel dat ik dan ook vertel van wie de kritiek komt. Toch? Ja. En voor de rest, ik weet dat er hier in Nederland, ja, ik denk 99% van de mensen valt in de categorie die de Bijbel niet interessant vindt. Variërend van een neutraal niet, van nou, het interesseert mij helemaal niks. Hè? Tot en met, het is een vervelend naar boek. En dus niet interessant. Ik denk 98% van de mensheid in Nederland. Echt heel veel. Nou, misschien iets minder. Ik denk de gemiddelde Mohammedaan, dat die de Bijbel wel interessant vindt. Die heeft er wel respect voor. En je hebt heel wat Mohammedanen momenteel in Nederland. Dus misschien toch iets meer. Mensen die respectvol denken over de Bijbel. En ik denk dat wat Francis Capella van de Bijbel vindt, dat dat tekenend is voor het, ja, voor een heel groot deel van Nederland. Nou heeft hij, Francis, in een andere uitzending van hem, want hij heeft een YouTube kanaal, dat zie je nu. Het heet, net als dat ik dat heb gedaan, dit vind ik te waarderen, gewoon zijn voornaam en zijn achternaam, Francis Capella. En in een andere uitzending daarin zegt hij dat Christus heeft gezegd dat hij zal terugkeren hier op aarde binnen een tijdsbestek van 30, 40, 50 jaar. Zoiets. Letterlijk zei Francis dan, hè, want dat Christus heeft gezegd, ik zal terugkeren als er enkelen van jullie nog in leven zijn. Want iedereen gaat een keertje dood. En Christus heeft gezegd, nou, enkelen van jullie zullen nog in leven zijn en dan kom ik terug. Dat heeft Francis gezegd, dat dat in de Bijbel stond. Nou, dat verbaasde mij heel erg, want ik ken alleen maar uitspraken over de wederkomst van Jezus in die zin dat je dat niet kan voorspellen. Er komt meestal binnen als een dief in de nacht. Je weet niet wanneer er een dief in de nacht komt. Dus gelijkelijk dat komt Christus terug. Zoiets. Ik flap het er nu maar even uit hoor, ik weet het niet precies, maar. Maar als je het boek Johannes erbij pakt, boek Openbaring, daarin wordt letterlijk gesproken over de terugkomst van Jezus. Nou, daar staat geen tijdsduiding in. Dus we weten het niet, we weten alleen dat het gaat gebeuren. Als je de Bijbel voor waar aanneemt. Nou, dan heb ik op zomaar een beschouwing van hem, zomaar een filmpje van hem
heb ik een reactie gezet en die luidt als volgt. Dag Francis, misschien is het aan je aandacht ontsnapt. Ik vroeg je om de Bijbeltekst waarin Jezus zegt dat hij zal terugkeren op aarde voordat enige van zijn volgelingen overleden zouden zijn. Ik kon dat stukje niet vinden namelijk. Perry. Ik had dat eerder aan hem gemeld, hè, van... Hij had het ergens in dat filmpje op 16 minuten 58 of zo, zegt hij het dus. Had ik het netjes in de reactie gezet. Nou, bij 16 minuten 58 zeg jij dat Christus gezegd heeft dat hij binnen een kort tijdsbestek zal terugkeren op aarde. Maar waar staat dat dan in de Bijbel? En daar had ik niks op gehoord. Nou, dan heb ik het nog een keer gevraagd. En toen heb ik het nog een keer gevraagd. Ik denk in totaal dat ik het 3 keer heb gevraagd. Maar... Nou, nu heb ik dus antwoord gekregen. En dan zegt hij dat het staat in Marcus 9 vers 1 en in Lucas 9 vers 27. En dan komt er een stukje tekst achteraan. Voorwaar zeg ik u, dubbele punt... Er zijn sommigen van die hier staan, die de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En dan gaat hij erop door te zeggen, onzin dus, die mensen zijn al lang dood. Ja, dus die mensen waar tegen Jezus spreekt, hè? En Jezus is nooit teruggekeerd. En dan een hele serie uitroeptekens. Ja, ik ben niet debiel of zo. Die uitroeptekens hoeven van mij niet. Toch? En dan zeker niet zo'n serie achter elkaar. Dat is geen Nederlands. En dan gaat hij erachteraan. Of je moet natuurlijk nog geloven dat ze leven om deze leugen overeind te houden. En dan weer een uitroepteken. Dat laatste is denk ik een grap. Hoezo kan je nou geloven dat die mensen inmiddels 2000 jaar oud zijn? Dat is een grap, dat zegt toch helemaal niemand? Ik vind het een grap en ik vind het een slechte grap. Maar goed, nu had ik eindelijk die Bijbelteksten. Heb ik bij hem op gereageerd en gezegd... aha, en dankjewel. In de Statenvertaling staat het iets anders. En uit die woorden maak ik niet op dat er gesproken wordt over de terugkeer van Christus. Maar laten we daar niet over twisten. Smiley. Want daar heb ik geen zin in. Om er met hem over te gaan twisten. Dan zal ik zo dadelijk uitleggen waarom dat is. Ik heb het opgezocht in de Statenvertaling. En even voor jou ter info... voor jou ter info overnieuw. Er zijn heel wat Bijbels op de Nederlandse markt. Er zijn heel wat Bijbels wereldwijd. Het is net alsof er iemand een hobby van maakt om zo'n beetje elk half jaar een nieuwe Bijbel op de markt te brengen. En dat slaat helemaal nergens op. Als je de Engelse taal machtig bent, dan heb jij genoeg aan de Koning Jacobus Bijbel van 1611. Daar heb je helemaal geen enkele andere vertaling voor nodig. En als jij het Nederlands machtig bent, heb jij voldoende aan de Statenvertaling van 1618. Dat is ook het begin van de 17e eeuw. Daar heb je genoeg aan. En als je zoals ik Nederlands ken en ook... kan... Nederlands kent en ook Engels... Dan heb je aan die twee genoeg. Punt. En al die andere vertalingen, ja, wat moet ik ermee? Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de correctheid van de Koning Jacobus vertaling. En ik heb geen reden om te twijfelen aan de correctheid van de Statenvertaling. Dat zou ik kunnen hebben natuurlijk, maar dan moet ik daar een reden voor hebben. Nou, ik weet eigenlijk maar van één ding dat dat discutabel is. En dat is de vertaling van de 10 geboden. En dan met name, dacht ik, het 6e gebod.
En dat luidt, gij zult niet doden. Zowel in de Statenvertaling staat daar, gij zult niet doden, als in het Engels staat daar ook dat. Namelijk, thou shalt not kill. Terwijl mensen zeggen dat in het Hebreeuws, en dat is de originele taal, dat daar staat, gij zult niet moorden. En dat is de enige discrepantie die ik ken, waarvan ik denk van ja, daar is wat voor te zeggen. Dat er stond. Ja, want als je dat niet aanneemt, dat er oorspronkelijk stond, gij zult niet moorden, maar dat er echt altijd al stond, gij zult niet doden, dan krijg je toch een conflict met die uitspraak van Mozes en de uitspraak van Mozes in Numeri 31, waarin Mozes zegt, dood de Midianieten. Ja, mag je nou wel doden of niet doden? En dan wordt er dus gezegd van ja, de Midianieten in deze, die, dat was niet echt doden, want die waren al dood. En dan krijg je dat dus. En dan introduceer je weer een ander nieuw begrip. Namelijk dat je al dood bent, terwijl je nog wel gedood moet worden. En zou je aannemen dat er oorspronkelijk stond, gij zult niet moorden. Ja, dan is er helemaal geen enkel conflict, want dan heeft Mozes niet opgeroepen tot het vermoorden van de Midianieten, maar heeft hij opgeroepen tot het doden van de Midianieten. En dus is er dan geen conflict met het gebod. Dit is bij mijn weten het enige kritiekpuntje op de Statenvertaling en de King James. En voor de rest heb ik geen enkele reden om aan te nemen dat er problemen mee zijn. Nou komt Francis dan met die uitspraak dat er dus in Marcus 9 vers 1 of in Lucas 9 vers 27 dat daar iets staat zoals, voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan die de dood niet zullen smaken totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Maar in mijn Statenvertaling staat echt iets anders. Daar wordt niet gesproken over de Zoon des Mensen. En dat is dan vreemd. Zowel niet in Marcus 9 als in Lucas 9. In allebei niet. En in Marcus staat, ik zal het even voorlezen, en hij zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En die andere in Lucas luidt, en ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. Nou. En het zijn twee evangeliën. Dus het ene evangelie is geschreven door Marcus en het andere evangelie is geschreven door Lucas. Dus vandaar dat de frasering iets anders is. Want Marcus heeft het over het zien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. Met kracht gekomen is. En Lucas zegt, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. Nou, laten we er maar van uitgaan dat de waarheid in het midden ligt. Of laten we er maar van uitgaan dat ze allebei precies hetzelfde bedoelen. En dan mag jij kiezen wat je nou het mooiste vindt. En daar reageert Francis dan op. Ook het koninkrijk Gods hebben ze niet zien nederdalen, dus lood om oud ijzer. Kijk, en hier maak ik toch bezwaar tegen. Want dit is geen manier van discussiëren. Even de boel op een rijtje zetten. Hè? Zijn bewering is,
dat er stond dat Jezus zou terugkeren op aarde. En dat dat in de Bijbel stond. En dat dat dus staat in de Statenvertaling. Maar dat staat er dus niet. En als je gezegd hebt dat er iets in de Statenvertaling stond, wat er helemaal niet staat, dan heb je de waarheid niet gesproken. En als je de waarheid niet hebt gesproken, dan moet je daarvoor je excuses aanbieden. En zeggen, sorry, ik heb me vergist. Zo moeilijk is dat niet. Ook een atheïst, een eerlijke atheïst, zo noemt hij zichzelf, de eerlijke atheïst, maar ook een eerlijke atheïst kan zich vergissen. Ja, Francis gaat mij niet vertellen dat hij onfeilbaar is. Dus hij heeft zich vergist. Ja, zeg dat dan. Nou, en dan, dat zegt hij dus niet. Hij zegt niet van, oh sorry, ja inderdaad, nee, ja, ik heb me vergist. Nee, zegt hij niet. Hij zegt, ook het koninkrijk gods hebben ze niet zien nederdalen. Dus lood om oud ijzer. Ja, maar wacht nou eens even. Het koninkrijk gods, dat is iets anders als Christus Jezus. Dat is niet lood om oud ijzer. Dat is iets anders. Ik zal zo dadelijk uitleggen wat het koninkrijk gods is, waar het op neerkomt. Hè? En hij zegt, van ja, dat hebben ze niet zien nederdalen. Maar hoe weet hij dat nou? Heeft hij nabestaanden van die mensen gesproken? Die hem hebben verteld, van nou, ze hebben het koninkrijk gods niet gezien. Hoe weet hij dat? Want, wat is het koninkrijk gods? En dan kan ik je verklappen, dan moet je gaan naar Matteüs hoofdstuk 20. En we hebben het nu gehad over Marcus, dat is het tweede evangelie, Lucas, dat is het derde evangelie. Het eerste evangelie is Matteüs, en daarvan hoofdstuk 20. En dat begint met de zin, the kingdom of God is unto a man a housekeeper. Bla 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 bla. In de Statenvertaling staat er, het koninkrijk der hemelen is als een man met een wijngaard. Is als een werkgever. Dus het koninkrijk gods is een werkgever. Maar dan dus niet in een persoon, maar als een koninkrijk. Het is een koninkrijk en dat koninkrijk is een werkgever. En als je dat koninkrijk ziet, dan ben jij werknemer. En dan ga jij werken. Dus wat Christus zei, onder u die hier staan, die zullen gaan werken voor het koninkrijk gods. Voordat zij, die zullen gaan werken voor het koninkrijk gods. En anderen onder jullie, jullie zullen het niet zien. Ja, dat is jammer, helaas pindakaas. Maar sommigen van jullie zullen het zien. Het koninkrijk van gods, het koninkrijk gods, dat was er al. Dat was er al in de dagen toen Jezus nog leefde. Het koninkrijk gods is het enige dat er is. De wereld is een illusie. Dat koninkrijk is reëel. En als je dat koninkrijk ziet, dan heb jij een baan. Want dat schreeuwt om arbeiders. Dus je kan je voorstellen dat je twee mensen hebt. En die ene mens die zegt, het koninkrijk gods is gekomen. En die ander zegt, oh ja joh, en waar dan? Het is een aanwezigheid die jij hebt als mens. Je ziet het koninkrijk gods of je ziet het niet. Voor Christus Jezus was het duidelijk. Hij zag het. En hij zag dat het koninkrijk gods hier op aarde is. En het is overal. Je kan overal aan de slag. Dat werken voor het koninkrijk, dat doe je niet door op je kamertje te gaan zitten en naar porno te kijken. Dan moet je naar buiten treden. Dan moet je met mensen omgaan. Dan werk jij in het koninkrijk gods. Het koninkrijk gods, het is in principe hier. Maar je moet het zien.
En heel veel mensen zien het niet. Heel veel mensen denken, ja, nou, hier, ik was laatst bij het arbeidsbureau en daar hadden ze ook weer eens geen werk. Ja, ze hadden wel werk, maar dat werk, dat, ja, noem je dat werk? Nou, dat vind ik helemaal geen werk. En trouwens, er was iets, en dat, nou, dat noem ik wel werk, maar dat betaalde zo weinig. Denk, nou, kan ze goed een uitkering nemen? En... Hé, dat snap je. Die mensen snappen het niet. Die snappen niet wat Jezus bedoelt met het Koninkrijk Gods. Want het Koninkrijk Gods is als een man met een wijngaard. Ik zal even de letterlijke tekst erbij pakken. Dat is wel leuk. En dan in het Nederlands. Hè? Staat de vertaling. Matthäus. En dan 20. Want het koninkrijk der hemelen... Dat heet het ook wel, Kingdom of God, Kingdom of Heaven. Koninkrijk Gods. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes... die met den morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Dat is het. Het koninkrijk Gods is een principe. Het is een uitgangspunt. Dat is wat Jezus bedoelt. En dat zie je. En dan heb jij een baan. Of je ziet het niet. En ja, dan heb je hier in Nederland of een uitkering. Of je zit bij de supermarkt te zeuren om een euro. Of je denkt dat je een baan hebt. Want je hebt een cao. En een arbeidscontract. Maar dat is geen baan. Dat is niet die baan die hier bedoeld wordt. Jouw werk hier op aarde behelst meer dan dat je in leven blijft. Zo lang mogelijk. Wat voor veel mensen het enige doel hier is. Ik wil zo lang mogelijk in leven blijven. En dan wil ik allemaal lekkere dingen eten. En, oh ja, en ik wil geen ziektes en zo. Ja? En zij denken dat dat het doel van het leven is. En volgens de Bijbel is dat niet zo. Volgens de Bijbel ben jij hier op aarde neergepleurd in je blote bibs. Net als Arnold Schwarzenegger in de Terminator. Die film ken je toch, hè? Die begint altijd met Arnold Schwarzenegger in zijn blote bibs op het asfalt. Of altijd, weet ik eigenlijk niet. Maar die ene keer wel. Nee, hij begint er niet mee, maar zo begint dan Arnold Schwarzenegger als hij dan gestuurd wordt. Vooral Terminator 2 is een ontzettend leuke film. By the way, even dus heel terzijde, maar die film The Terminator... Daarin heet de hoofdpersoon, de werkelijke hero, die heet John of Jim Connor. Hé, maar dat is toevallig. Dat zijn dezelfde voorletters als Jezus Christus. Dus die film The Terminator, daar zitten heel veel referenties aan het christendom. Dat maakt die film waarschijnlijk ook zo grappig. Omdat hij ook zo archetypisch, zo lekker ligt. En iedereen vindt het een fijne film. En iedereen vindt het leuk. Zo. Aan de andere kant is hij weer ongelooflijk Babylonisch. Omdat het allemaal draait om de moeder van Jim Connor. Zo, nou, dan heb ik even snel uitgelegd waarom dus The Terminator eigenlijk wel een hele leuke film is. Als je dan weet dat hij Babylonisch is. En, maar het gaat dan wel weer over Jezus Christus. En, ja, is toch wel heel erg leuk. I'll be back. Dat zegt dan de Terminator. Hè? Dus Arnold Schwarzenegger. Die zegt het dan. Hè? I'll be back. Ja, grappig. Anyway, we dwalen af. Maar je werk hier op aarde is dus niet dat je zo lang mogelijk in leven blijft met zo min mogelijk kwalen en dan, nou weet ik wel wat. Nee,
Hij moet zien dat het koninkrijk der hemelen gekomen is. Dat is je eerste ding. Dat is je arbeidsbureau. En als jij dat arbeidsbureau ziet, heb je gelijk een baan. En weet je gelijk wat je moet doen. Want het koninkrijk der hemelen is als een mens. Een heer des huizes. Dus als je het ziet, dan zie je dus... het koninkrijk is dus een actor. Dat acteert. Die komt in actie. Dat is dus een paradoxaal iets. Een koninkrijk is normaal gesproken gewoon een gebied, meer niet. En een koning is een actor. Maar hier staat dus eigenlijk, het koninkrijk der hemelen is een koning. Maar dat kan dus niet, want je bent een koning van een koninkrijk. En hier gaat het om een koninkrijk die gelijk is aan een koning. Snap je? Het is heerlijk om je... Ja, het is nu een zondagochtend. De kerkklokken die hebben al geluid. Gelukkig houden die nu hun mond. Hè. Maar het is lekker om even bij stil te staan. Wat ongelooflijk diep dit is qua tekst. En hoeveel hoop hieruit spreekt. Want jij hebt waarschijnlijk van je hele leven dat hele koninkrijk der hemelen nooit zien komen. Nou, en wat niet is, dat kan nog gaan gebeuren. En dit is een hele betrouwbare werkgever. En als je daarvoor gaat werken, je kan nooit ontslagen worden. Ook heel fijn. Oh ja, en wat ook heel fijn is, dat is het moraal van dit verhaal, is dat het niet uitmaakt op welk moment in je leven jij het koninkrijk der hemelen hebt zien komen. Als dat op het allerlaatste moment is, het maakt niet uit. Je loon is hetzelfde. Het is zelfs zo dat, en daar gaat dan Matteüs 20 over, dat degene die jong in hun leven al in dienst zijn van het koninkrijk der hemelen, de werkgever, die lopen het risico dat als het loon uitbetaald wordt, dat ze dan chagrijnig worden als ze merken dat degene die net aan zijn komen wandelen, dat die dan hetzelfde loon krijgen. En als zij gaan lopen mopperen over het feit dat zij niet meer krijgen dan diegene die net aan zijn komen wandelen, dan zijn zij plotseling de laatste in plaats van de eerste. En de laatste zullen dan de eerste zijn. Daar gaat het over. Maar dat is een aspect van het Koninkrijk der Hemelen, dat dus het loon voor een ieder hetzelfde is. Ongeacht de mate waarin je hebt bijgedragen. De Indiaanse leraar Bhagwan, Osho, zo is hij gestorven, onder die naam is hij overleden, Osho. Die heeft dat heel mooi uitgelegd. Ik heb het boek, dacht ik. Of heb ik het boek nou wel? Ik heb het gelezen in elk geval. Hij vond het ook een geweldige parabel. Hij zei, ja, je kan zeggen van Jezus Christus wat je wil, maar die man die snapte waar het om ging. Dus voor Osho stond het als een paal boven water dat de woorden van Christus Jezus heel bijzonder waren. En dan moet je weten dat Bhagwan een enorme criticaster was als het ging om religie. Hij was eigenlijk net zo kritisch als Nietzsche. En Nietzsche is ook zo kritisch op religie. En hij ook, Bhagwan. Maar niet op het woord van Jezus. Voor hem was dat logisch. Ja, dat is interessant, weet je niet? En dan reageert hij dan nog met de opmerking, en inderdaad, de
twist tussen aanhalingstekens niet waard. En dan weer een uitroepteken. Ik denk, ja, jongen. Kijk, ik wil niet twisten met iemand die... Hij zegt eerst dus dat het ging over het terugkeren van Christus Jezus. Dan blijkt dat het gaat over het zien van het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk der Hemelen. Nou, daar stapt hij dan even overheen en zegt hij ja, en die mensen hebben dat ook niet gezien. Nou, dat weet je helemaal niet, want misschien hebben die mensen dat wel gezien. Misschien waren er inderdaad wel, nou dat moet als wel dan, onder de volgelingen van Jezus waren er een aantal die, voordat ze stierven, het Koninkrijk Gods hebben zien komen. En toen zagen ze het. En het Koninkrijk Gods is dus ook een eeuwig komend iets. Dat is ook nog zoiets. Dus als je het ziet, dan zie je het komen. Want het is een komend iets. En dat is water dat van een berg afstroomt. Ja, de rivier, zeg maar. Een rivier is het komen van water. Het Koninkrijk Gods dat komt. En dat komt met kracht. Natuurlijk is dat zo. En dat komt omdat wij allemaal afstammen van één en dezelfde. En dat wij allemaal kinderen zijn van één en dezelfde God, komt dat koninkrijk erachteraan. Deze tijden waarin we nu leven met leugens en oorlogen die nergens op slaan. Mensen die voor de gek gehouden worden. En in zekere zin doet Francis Capella daar dus aan mee. Dat hij dus zegt van nou, in de Bijbel staat dat Jezus heeft gezegd dat hij terugkomt binnen een paar jaar. En dat heeft hij helemaal niet gedaan. Nou, dat staat dus helemaal niet in de Bijbel. Het gaat over iets anders. En dan hoort Francis Capella te zeggen van sorry, ik heb me vergist. En Perry heeft gelijk, ja. Maar als je dat dus niet doet, als je gewoon dan in één keer overschakelt en dan, nou ja, het Koninkrijk Gods hebben zien komen, of Jezus Christus hebben juist allemaal hetzelfde, lood om oud ijzer, en ze hebben het Koninkrijk Gods niet gezien. Ja, die laatste uitspraak kan hij nergens op baseren. Want als we dat wel hebben gezien of niet hebben gezien, wat is dan het verschil volgens hem? Hoe had hij dat moeten weten? En want nogmaals, de een ziet het Koninkrijk Gods wel en de ander niet. Nou, Francis Capella niet. En dan zegt hij als afsluiting, en inderdaad, de twist niet waard. Ja. Omdat hij denkt dat hij gelijk heeft. En ik vind dat hij niet correct discussieert. En op die manier wilde ik niet discussiëren over de inhoud van het oudste boek der mensheid. Het lijkt me zinloos. Punt. Nou, ik vond het wel weer een goeie in de bespreking van Bijbelkritieken. Heb ik nog eentje over. Die is ook van Francis en die gaat over Exodus. Gaat over slavernij. In de Bijbel staan dingen over slavernij. Regels. Dus in zekere zin wordt slavernij geaccepteerd in de Bijbel. Dat is natuurlijk, dat wordt nog een hele pittige. Daar neem ik rustig de tijd voor. Geen haast. Ik weet het antwoord toch al. Dus. Ja, veel mensen in Nederland zijn slaaf. Of eigenlijk moet je zeggen, iedereen is slaaf. Want wie heeft er hier in Nederland nu eigenlijk privé bezit? Denk daar maar eens over na. Mijn moeder, die kwam met een man.
Gewoon een paar jaar terug, hoor. Dat was de BTW net verhoogd naar 21%. En ze waren allebei helemaal blij dat de BTW verhoogd was. En nu zal alles beter gaan, want de BTW was verhoogd. Kijk, dat zijn slaven. Alleen een slaaf zou zoiets zeggen. Iemand die geen slaaf is, die zou zeggen, de diefstal wordt verhoogd met zoveel procent. Het ging om het hoge btw-percentage. Ja, dat betekent dus dat er van jouw loon gaat er dus 2% extra af. Van jouw eigen toegevoegde waarde heb je 2% minder te besteden. Wordt afgeramd door de overheid. Want die moeten bommen gooien op Irak. Er is geldtekort. Ja, een vrij mens zou er nooit blij mee zijn dat de BTW omhoog gaat. Maar mijn moeder en haar man, die zaten echt met glinsterende oogjes. Die wilden weten van mij of ik het goede nieuws ook al gehoord had. De BTW ging omhoog naar 21% en nu komt alles goed. Zo'n uitspraak van zo iemand, ik weet niet meer wie, maar die heeft dan gezegd, er is geen betere slaaf dan degene die niet weet dat hij leeft in slavernij. Degene die abusiefelijk denkt dat hij vrij is, dat is de perfecte slaaf. Ja. Nou, ik vond het een mooie. Ik ga afronden. En tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En tot de volgende Bijbelkritiek die dan zal gaan over slavernij. Dag lieverds.